huizenbezit in Nederland. Wat komt daarbij kijken? Wat heeft huizenbezit met maatschappijleer te maken? Nou, een huisbezit is best wel bijzonder. Het heeft veel te maken met jouw plaats in de maatschappij. Dus daar gaan we eerst naar kijken. Je plaats in de maatschappij kun je weergeven op de maatschappelijke ladder. Kijk maar naar de meneer met de hoed op, middenin het beeld. Bij stap 1, helemaal onderaan de ladder, vind je bijvoorbeeld pasgeboren baby's, kinderen enzovoort. Je kunt stijgen op de maatschappelijke ladder door bijvoorbeeld een opleiding te volgen. Je komt dan bij stap 2 en je hebt dan een diploma gehaald. Als je daarna een beetje geluk hebt en een goed diploma, kun je gaan werken. Misschien zit het wel heel erg mee en groei je door naar een geweldige baan die heel goed betaalt. Aan de andere kant, het is een ladder, dus je kunt omhoog, maar ook weer omlaag. Misschien heb je ook wel pech en word je ontslagen of vind je gewoon niet zo'n goede baan. Nou, dan kom je bij stap 5. Het zit niet altijd mee. En voor de meeste mensen zit het na vele jaren werken het er uiteindelijk wel op. En besluiten ze om met pensioen te gaan. En ook dan lever je weer een deel van je status, je macht, je aanzien, maar ook je salaris in. Wanneer je uiteindelijk een goede baan hebt en een goed salaris, krijg je ook te maken met sociale ongelijkheid. Dat is eigenlijk het verschil tussen arm en rijk. Voor het kopen van het huis betekent dat het volgende. Stel je hebt een normaal loon. Je kunt dan een normaal huis kopen. Maar het kan ook zo zijn dat je misschien wel minder verdient dan het gemiddelde in Nederland. Dan is je loon wat lager en misschien kun je dan wel helemaal niet een huis kopen. Als je dezelfde situatie nog een keer neemt, maar nu de andere kant op kijkt en je verdient dus meer geld, kun je dus ook een groter huis kopen. Dat is het verschil tussen arm en rijk en wel of geen huis kunnen kopen in Nederland. Conclusie van dit verhaal is dat eigenlijk een eigen huis helemaal niet altijd voor iedereen mogelijk is. En dat is heel erg jammer. Hopelijk later wel voor jou. Succes!